Yo mensen, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Loran. Ik ben hier aan het aanschuiven in de file, want zoals jullie zien is er een crash gebeurd. Recht voor ons daar, in de verte, ik weet niet of je dat kunt zien. Oei oei oei, dat ziet er niet goed uit, die auto helemaal ondersteboven. Ik ga dat niet filmen, want dat vind ik een beetje respectloos, maar er staan mensen op de brug hierboven te kijken. Er ligt een auto gewoon helemaal gekanteld. Die gevaren driehoek ook helemaal om zeep, want ja, die auto is gekanteld. Oei, dat is toch wel iets minder nieuws om de dag mee te beginnen. Dat ziet er niet goed uit. Hè? Er staat nog geen ambulance bij, er staat nog geen politie bij, dus dat wil zeggen dat het nog maar net gebeurd is. Ik dacht al, want er zijn hier werken, dus ja, ik dacht misschien daarmee dat het zo rustig is. Maar het is gewoon door dat ongeval, we moeten naar twee rijstroken. Man, dat is echt niet goed. Dat is nog maar net gebeurd, volgens mij. Maar alleszins, raar begin van de vlog. Fijn dat jullie er weer bij zijn, zou ik zeggen. Ik ben onderweg naar huis. Ik heb toch bij Nola besloten om bij Nola te slapen deze nacht. Gewoon dat ik zeker was van wat extra rust te hebben. Dan kon ik nu vandaag naar huis gaan. Ik ga mijn lessen voorbereiden. Vanmiddag ga ik gaan fietsen met Jente. Hij had voorgesteld om te gaan fietsen vanmiddag. Dus ik ga een toertje doen van 66 kilometer en ongeveer 30 tal met hem. Ik heb straks ook natuurlijk labo. Wat zeg ik? Labo. Ik heb deze week labo van... data science en ik heb een toets van data science, dus dat vak ga ik nog van voorbereiden. En morgen heb ik presentatie, dus ik moet even zorgen dat mijn website werkt en even kijken of ik een PowerPoint of zo nodig heb, maar dat weet ik niet zeker. Ik rijd nu nog verder naar huis en dan zou ik zeggen als ik thuis ben zonder ongelukken dat ik jullie terug zie, dus tot zo jongens. Man, er is weer iets gebeurd wat alleen maar bij de Loran kan gebeuren. Hè. Ik kom hier thuis met mijn rugzak, ik zet hem daar. Ik wil mijn laptop pakken voor hier te eten. Omdat ik even dacht, ik ga mijn les data science kijken nog, even herhalen. Wat zie ik? Mijn laptop die zit er niet in. Ja, ik ben ook super dom dat ik dat weer heb. Want gisteren eigenlijk had ik al mijn grieven gemaakt om naar huis te gaan in Nol en vroeg of ik dan toch niet wou blijven slapen. Dus ik zeg ça va. Maar dan had ik even nog op mijn laptop geweest om een paar dingetjes in orde te brengen die ik eigenlijk thuis nog ging doen. Dus ik pak mijn laptop gepakt en ik steek dat terug in haar kast. Uit gewoonte, want ik steek altijd dingen in haar kast dat de katten er niet op gaan liggen op haar bureau of zo. Dus ik steek dat in haar kast. Ik sta nu op, ik pak mijn grief en mijn laptop zit daar en natuurlijk niet in mijn dinges. Oh man. Dus ik stuur Jente een bericht, want ik ga met Jente vanmiddag gaan fietsen. En hij was gelukkig nog onderweg van school, want hij had vandaag zijn presentatie die ik morgen heb. Gaat hij nu mijn laptop gaan halen bij Nolwen. En dan gaat hij mijn rugzakje, mijn laptop meenemen, dat ik mijn laptop toch tenminste heb. Maar dat is ook gewoon weer typisch iets wat ik heb, hè. Man, dat is echt niet te geloven. Chance dat ik met Jente ga gaan fietsen vanmiddag en dat ik toch mijn laptop pap, want dat is echt niet normaal. Dat is ook gewoon weer typisch iets wat alleen maar bij mij kan gebeuren. Maar alleszins, ik ben hier thuis. Het is nu bijna 12 uur, dus ik ga even brunchen. Ik heb gezien dat we hier lekker fruit hadden. Mama is kersen en aardbeien gaan halen. Dus wat ga ik eten? Kersen en aardbeien, een paar kiwis, een beetje water drinken, koffietje. Ja, lekker eten. En dan om 1 uur ga ik hier vertrekken. Want ik heb met 2 uur afgesproken met Jente om een rondje te fietsen. Dus dat zet ik hier klaar. Dan zou ik zeggen, smakelijk iedereen. Ik ga genieten van mijn ontbijt / middageten / brunch / weet ik veel wat. Ik ben thuis. Ik heb 65 kilometer gefietst. 30 kilometer van mijn Jente. Hier even in beeld. Even een chocoviet naar achter kappen. Ah, goed, een 1,5 liter chocomelk. Hoppa. Waarom moet je chocomelk drinken als je bent gaan sporten? Blijkbaar, ik heb dat gezien bij een filmpje van een wielrenner uit Noorwegen. Die maakt ook YouTube-filmpjes. Die zei dus dat melk de snelst opgenomen vloeistof is in je lichaam. En in chocomelk zitten veel eiwitten, dus voilà, dat doen we. Ik heb ook water gepakt, want het is redelijk warm vandaag, dus ik moet even hydrateren. En dan ga ik mij even douchen. En werken voor school. Ik ga nu naar beneden, want ja, ik heb nog een tussenstukje, een adapter nodig voor mijn setup boven. Ik ga mij boven zetten. Dan heb ik iets meer schermruimte, zeg maar. En die deur moet hier open. Dan heb ik iets meer schermruimte om dingen op mijn scherm te zetten. Ah, die zal misschien in de gang liggen, bij mijn scherm. Mijn mama heeft mijn scherm hier weggehaald beneden.
Dus ik veronderstel dat die hier aanhangt. Yes. Oké, okay, bon. Ik ga naar boven, ik ga mij wassen en dan zie ik jullie zo terug. Ik heb trouwens super veel tanlines gekregen, want met de zon nu. Ik wou mij insmeren, maar ik vond geen zonnecrème. Ik vond alleen zonnecrème voor uw gezicht en ik weet niet of je dat op je lichaam mocht smeren. Ik ben niet zo'n freak daarop. Ik ga even tonen in, hier in het licht. Dan kun je mijn tanlines beter zien. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Nee, je ziet dat niet. Misschien aan mijn benen kun je het beter zien. Ja, kijk, je ziet het lijntje. De fietslijntjes komen terug, jongen. Het is zomer en de fietslijntjes zijn er weer. Slapel, ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Morgen ben ik er natuurlijk weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, ciao.